Jordi Rullens, het was jouw basisdebuut. Jullie verliezen nipt van Volendam, 2-3. Kijk je terug op deze avond? Ja, met een dubbel gevoel denk ik. We hebben, aan de ene kant ben ik blij dat ik mijn basisdebuut heb mogen maken. Maar aan de andere kant hebben we geen 3 punten natuurlijk. Dus wel een dubbel gevoel, ja. Ja, Ramon Lewin, de ervaren man naast jou in het centrum, valt dan heel snel uit. Ja. Ja, dat zag er slecht uit. Dat zag eruit als een hele serieuze blessure. Ja, ik heb hem net even gesproken kort binnen. Hij zegt het is zijn knie. Hij zegt zelf, het is nog even kijken wat het precies is. Misschien zijn kruisband, zoiets. Maar ja, dat is nog even afwachten. Ja, dan maar moeten jullie verder. Dan komt Hogeboom erin, Ezra. Ja, en dan in één keer een centraal duo achterin dat eigenlijk altijd bij Jong voetbalt, hè? Ja, klopt. Ja. Hoe was dat? Ja, het was even wennen weer in het veld. Natuurlijk wel vertrouwd, maar het was wel even weer alles goed neerzetten. Want we staan er dan natuurlijk allebei net in. In het veld. Dus het was even neerzetten in het veld en dan uiteindelijk was het wel weer vertrouwd. Ja, vonden jullie in de eerste helft een stuk beter dan in de tweede helft? Ja, vond ik ook. Ja, waar lag dat aan? Ik denk dat het vooral lag in balbezit. Ik denk dat we erg slordig waren, ook als we de bal veroverden weer. Dan verloren we veel te snel, vond ik, en ook veel te gemakkelijk. En ik denk ook, dat je dat ook een paar momenten zag, het moment dat we een beetje de bal hielden. Dat we al gelijk weer tot een aanval konden komen of tot een kans. Dus ik denk dat het vooral in balbezit lag. Ja, bij rust leiden jullie met 1-0 dankzij de goal van Duivenstein. Ja. Ja, en dan valt die 1-1 van Muren. Die was al een aantal keren gevaarlijk in de eerste helft. Ja. Die kreeg net iets te veel vrijheid. Hè? Die mocht die bal ook lekker binnen volleren. Ja, zeker. Hij pakt hem goed, moet ik zeggen. Maar dat konden we wel beter verdedigen, denk ik. Dus dan moeten we de komende week even naar kijken. Ja. Analyseren wat daar beter kon gaan. En dan dat meenemen. Ja, dan valt de 1-2 en al vrij snel de 1-3. Dan denk je eerst dat die wedstrijd beslist is. Ja. Maar ja, in de slotfase Duivenstein toch nog een vrije goal, 2-3. Ja, zeker. Had jij nog een beetje hoop? Ja, zeker. Ik zei het ook tegen de jongens van het kan nog. En je ziet ook dat we op het laatst echt nog wel kansen krijgen. Met Tim Reserveur nog, als ik het goed heb onthouden. Dus ik had er zeker nog wel geloof in. Maar ja, het is dan toch jammer dat we hem niet over de streep kunnen trekken. Of een punt tenminste mee kunnen nemen. Ja, je verliest wel weer. Voor jou een mooie avond natuurlijk. Ja. Wat voor gevoel ga je nu de feestdagen in? Ja, met toch wel een blij gevoel natuurlijk. Je hebt, de afgelopen weken is het wel snel gegaan, moet ik zeggen. 3 weken geleden mijn debuut natuurlijk gemaakt tegen MVV en dan nu je basisdebuut. Dus op zich wel tevreden. En natuurlijk moeten er wel nog veel dingen beter. Dus in dat opzicht ook wel een dubbel gevoel. Maar over het algemeen wel tevreden.